Oké, de Noordkaap Challenge dag 2. We zijn gisteravond na een lange rit aangekomen in Kopenhagen. We hebben eigenlijk de hele rit, of de tweede helft van de rit, hebben we een enorme storm gehad. Die vooral in Duitsland, Denemarken en Zweden heeft huis gehouden. De storm die hier op de voorpagina staat. Zelf kennen we de omvang niet helemaal beoordelen, maar het ging behoorlijk tekeer. We zouden in eerste instantie het veer nemen naar Kopenhagen, maar dat werd uit de vaart genomen. Dus toen we daar vlakbij waren, moesten we rechtsomkeerd maken en moesten we een omweg rijden. Dus uiteindelijk heeft het behoorlijk lang geduurd voordat we in Kopenhagen aankwamen. Inmiddels zijn we in Zweden en het is eigenlijk alsof het weer met ons meereist. We zaten daar straks weer in een zware sneeuwstorm. En daar reden we net uit. En nu we even aan het tanken zijn, is aan die kant is de zon waar we net in zaten. En aan die kant komt de sneeuw weer. We gaan nu naar Stockholm. Daar pakken we het veer en dan varen we naar Helsinki met de nachtboot. Dus we moeten zorgen dat we daar op tijd zijn. Dus we gaan snel verder voordat we weer in de sneeuwstorm zitten. Gisteren in Duitsland hebben we een tijd lang vastgestaan in een sneeuwstorm die eigenlijk overging in een soort ijsbaan. We reden een oprit op en dat was echt één grote gladde ijsbaan. En voor ons stond een vrachtwagen die tot stilstand kwam en niet meer verder kon rijden. De vrachtwagen stond op een helling en dreigde even achteruit te glijden. En wij kwamen ook niet meer vooruit. Langzaam, heel heel langzaam, met een soort half geschaarde cabine lukte het die vrachtwagen om centimeter voor centimeter vooruit te komen, zodat we eindelijk toch weer de snelweg op konden komen. Nu staan we weer stil, want de Volvo heeft een mankement. Het is natuurlijk een hele oude bak, hij is 25 jaar oud, 370.000 kilometer op de teller. En het mankement, ja, het is kloten, maar het is waar. Eén sproeiertje doet het niet meer. Dan gaan we even repareren en dan gaan we naar Stockholm. Om 7 uur vanochtend vertrokken wij uit Kopenhagen. Inmiddels is het 4:15 's middags. Het is pikkendonker en we zijn in Stockholm. En we zijn aan boord van de Cinderella, een enorm schip waarmee we zo meteen naar Finland varen. Dat gaat 17 uur duren, dus dat wordt het meest ontspannen gedeelte van de reis. We gaan zo meteen een lekker glaasje whisky drinken en lekker in een kooi liggen.